Dit is de voicemail van Pieter Jouwke. Ik ben er even niet, maar... Oh, wacht even, daar kom ik net aan. Ik geef je even iets meer. Waarom met Pieter? Gisteravond, toen kon ik niet slapen. En dat was op zich niet erg, want ik reed met de auto van Groningen naar Delft. Antistatisch, antifreeze. Dat moet een mooi woord zijn, antifreeze. En er staat erbij 48 uur. Dat is super handig voor als je een cake wil bakken en je hebt geen timer. Oh, ik heb helemaal geen timer. Oh, wacht even. 48 uur later. Ha. Mensen die houden van hele zwarte cake. Meneer, wilt u misschien premium diesel tanken? Dan blijft uw motor lekker schoon. Ik zeg, ja, dat heb ik ook graag. Maar je bent net te laat. Dat heb ik toch gevonden. Ik heb namelijk dit. Motorkap. Maar dit gaat over Griekenland. Dit is geschreven door Dick Bruna. Ik mag Dick zeggen, want hij is er niet. Nijntje leert met geld omgaan. Nijntje wilde geld uitgeven en vroeg met pensioen. Maar ze had niet gespaard. Hoe moest ze dat nou doen? Ik heb ooit 2 afleveringen van Ponyo's achter elkaar gekeken. Heb ik 1,5 uur kinderporno moeten surfen om mijn mensbeeld weer een beetje omhoog te krijgen. Zo naar vond ik dat.